We beginnen bij Aalberts Industries, die in een mooie stijgende trend heeft gezeten vanaf 2017. We zien hier een koopsignaal rond de 30 en een verkoopsignaal boven de 40. We hebben een mooie rit gemaakt. Na het verkoopsignaal rond de 41 staan we inmiddels weer op de 30. Dus hier zitten we niet in en we hebben een mooie winst. Bij Aalberts Industries zitten we al heel erg lang dat we hele mooie trends meepakken zoals hier. En bij een daling niet in zitten, in een stijging weer wel, bij een daling niet. En op deze manier zitten we dus nu op dit moment niet in Aalberts Industries. En dat is ook niet zo heel erg gezien de daling van de afgelopen tijd. Gaan we naar ABN AMRO, dan zien we ook een mooie stijgende trend. We hebben hier een koopsignaal gekregen op 18. We zijn er weer uitgegaan op 25. En inmiddels zijn we er weer uitgestapt op 24,5. En staan we nu op iets onder de 22,5. Dus ook hier prima dat we eruit gestapt zijn. We gaan naar Aegon. Een mooie stijgende trend hier, op dit moment een zijwaartse markt. Aegon hebben we best een mooie ritme gemaakt, met name in de jaren 90 een koopsignaal rond de 3 euro en zijn we er rond de 40 ongeveer uitgegaan. De grote daling van 40 richting de 5 euro hebben we niet meegepakt. Laatste tijd een wat meer zijwaarts beeld en dan verdienen we natuurlijk niet zo heel erg veel. We gaan kijken naar de AEX-index. Ook een mooie stijgende trend vanaf 2012. Hebben we een mooie rit meegepakt van zo'n 300 punten richting de 400 punten. We hebben hier ook weer een mooie rit gepakt van 440 richting de 540. Op dit moment een dalende trend en zitten we dus niet in de AEX-index. En ook hier zien we als we op de lange termijn kijken dat we met een investering van 100.000 euro we meer dan 300.000 euro zouden hebben verdiend. Op dit moment dalende trend zitten we niet in, hoeven we dus ook niet meer naar te kijken. Gaan we naar Ahold kijken, hebben we een koopsignaal gekregen op 19, staan we op dit moment op 23, hoeven we dus verder niet naar om te kijken. AkzoNobel hebben we een koopsignaal gekregen op iets van 60, we zijn er weer uitgegaan. Op iets boven de 70. We zijn er weer uitgegaan naar het verkoopsignaal. En op dit moment zitten we er dus niet in. Altis, een wat schokkerig fonds. We hebben hier een koopsignaal gehad. Daar hebben we nog weinig plezier van gehad van Altis. En dat komt eigenlijk ook omdat natuurlijk per saldo een min of meer zijwaarts patroon is. ArcelorMittal, daar hebben we afscheid genomen rond de 26 en staan we nu rond de 22. Als we kijken naar het verleden hebben we hier ook mooie trends meegemaakt. De laatste tijd is het echter niet heel veel soeps meer. We hebben hier nog een paar mooie ritjes gemaakt. Ingestapt op 14 en we zijn er weer uitgegaan op 22. We zijn er ingestapt op 18 en we zijn er uitgegaan zo rond de 27. Dus op zich prima. Alleen ja, de laatste tijd niet zo heel erg veel bijzonders meer. We hebben een verkoopsignaal gehad en we zitten er dus nu niet meer in. Gaan we kijken naar ASM Lito. Ook een mooi koopsignaal. Rond de 80 hebben we een rit meegemaakt, een verkoopsignaal op 160, bijna 100% rendement. En nu de daling van de afgelopen weken zitten we nu dus niet meer in het aandeel. Gaan we ook kijken voor de lange termijn, dan zien we hier een mooie stijgende trend. En hebben we met 100.000 euro, 600.000 euro verdiend met ASML. Zeker vanaf 2009 doen dit type aandelen het erg goed. We gaan kijken naar Boskalis. Op de lange termijn ook een mooie stijgende trend. De laatste jaren is er eigenlijk niet heel veel meer. Vanaf de 46 staan we nu, zijn we gehalveerd, 24. We hebben op dit moment dus weer een verkoopsignaal. Nou, hier verdienen we natuurlijk niet heel veel aan, maar dat is ook niet erg. We verliezen er ook niet heel veel aan. DSM vervolgens hebben we een mooi koopsignaal gehad op 50, rond de 50. En we staan nu zo rond de 90. Zijn we eruit gestapt? En de daling lijkt zich verder voor. Dus de dalende trend hoeven we niet naar te kijken. Fugro geldt eigenlijk ook hetzelfde. Zit er wat in een dalende trend. Daar verdienen we niet zo heel erg veel aan. Kijken we voor de lange termijn. Dan hebben we een paar mooie trends meegepakt. Hier een koopsignaal rond een tientje. En zijn we even uitgaan rond de 50. Daarna wat zijwaarts. En een daling. Deze daling is ons ook bespaard gebleven. Een daling van 45 naar de 20. Een halvering. Zitten we dus niet meer in de markt. En op dit moment hebben we daar ook weinig te zoeken. Gaan we kijken naar Galapagos. Hebben we een paar mooie ritjes gemaakt. Vanaf hier de ongeveer een tientje. Dan zijn we eruit gegaan op de 45. Wat in- en uitstappen. Op dit moment zitten we nog steeds in het aandeel. We hebben een koopsignaal gehad.
Dan staan we op dit moment op een klein minnetje. Maar goed, de stijgende trend is blijkbaar nog intact. We hebben nog steeds een groene pijl. We hebben gewoon geen rode pijl gezien. Dus we blijven rustig zitten. Gemalto hebben we een koopsignaal gehad na het overnamebod. Dus daar hebben we ook niet heel veel aan gehad. We staan natuurlijk wel in een klein plusje, op een klein plusje. Maar goed, daar gaan we. Nou, het is meer dan een spaarrekening, maar daar gaan we de oorlog natuurlijk ook niet mee winnen. Heineken is natuurlijk een aandeel wat ook al lange tijd in een mooie trend zit. Zien we ook dat we met 100.000 euro 350.000 euro zouden hebben verdiend. We hebben de laatste tijd ook een mooi koopsignaal gekregen rond de 75. We zijn er weer uitgegaan rond 85. En na het verkoopsignaal, zo rond de 87, staan we nu richting de 80. Hebben we voorlopig ook niets te zoeken. IMCD hebben we hier ook een mooie rit gepakt. Vanaf de 32 richting de 50. Daar zijn we weer uitgestapt. We zijn daarna weer ingestapt rond de 50. En we staan nu rond de 60. Dus dat gaat in ieder geval ook de goede kant op. Hoeven we ook niet naar om te kijken. InBev hebben we een verkoopsignaal gekregen rond de 100. We staan nu rond de 60, 65. Dus daar hebben we ook weinig te zoeken. ING hebben we een mooie rit gemaakt. We hebben een koopsignaal gehad rond de 11. We zijn er weer uitgestapt rond de 15. En vanaf de 15 is hij weer teruggezakt richting de 11. Dus daar hoeven we ook niet heel veel te zoeken op dit moment. KPN, na een verkoopsignaal op 2,90 euro zijn we nu inmiddels gezakt tot 2,40 euro. Hebben we dus ook weinig te zoeken. Als we op de lange termijn kijken, hebben we hier een paar mooie ritjes gemaakt in de jaren 90. Maar na het in elkaar klappen van de dotcom-bubbel is de koers van 45 teruggezakt naar bijna 0. Na een verkoopsignaal zaten we hier niet meer in. En we zien dat we met 100.000 euro ongeveer 250.000 euro hebben verdiend. Maar na het verkoopsignaal hebben we bij KPN weinig meer te zoeken. Gaan we vervolgens naar Nationale Nederlanden. Een ritje van 30 richting de 36. Vervolgens opnieuw weer ingestapt. Zo rond de 36 staan we nu op een klein plusje. Philips Lighting is niet echt een licht op de beurs. We hebben hier weinig plezier aan beleefd. Komt ook omdat we hier natuurlijk een mooie stijgende trend hadden, maar nog geen gemiddeldes om een koopsignaal op te genereren. En vervolgens een zijwaartse markt en een daling. Dat zijn natuurlijk niet de aandelen waar je het in moet verdienen. Nou, Philips zelf heeft dat vrij aardig gedaan. We hebben een koopsignaal gekregen hier rond de 23. We krijgen op 30 weer een verkoopsignaal. We stappen vervolgens weer in rond de 30. En weer een verkoopsignaal op 33, een klein winstje. Vervolgens een verdere daling. Hoeven we op dit moment ook niet heel veel in, naar om te kijken. Randstad, wat meer zijwaarts patroon. We hebben hier een verkoopsignaal gehad rond de 50. We staan nu rond de 42. Hoeven we dus ook niet naar om te kijken. Royal Dutch Shell. In principe altijd zijwaarts. Je moet het meer voor het dividend kopen dan voor de koersstijging. Want als we voor de lange termijn kijken, dan is het een aandeel wat al jaren tussen de zeg maar 36 en de 16 in zit. Per saldo nergens heen gaat. Dus als je het koopt, moet je het kopen voor het dividend en er verder ook niet meer omkijken. Never sell Shell is dan ook een bekende uitspraak. Gaan we vervolgens kijken naar Relax. Hebben we een mooie stijging meegepakt. We hebben hier een koopsignaal gekregen rond de 5 euro en we zijn er weer uitgegaan rond de 15 euro. We zijn hier weer ingestapt rond de 15 euro en we zijn er weer uitgegaan rond de 18. Op dit moment recent weer ingestapt, dus wie weet wordt het nog wat met deze uitgever. SBM Offshore per saldo zijwaarts, daar hebben we ook weinig te zoeken. Als we kijken naar het verleden, dan hebben we hier in de jaren 90 een mooie rit gemaakt. En hier wat bij elkaar gesprokkeld. En na de top rond de 26 zijn we teruggevallen. En per saldo is het zijwaarts gegaan. Valt er weinig eer meer aan te behalen. Twentse Kabel Holding. Mooie ritjes gemaakt. En hier een verkoopsignaal na de kredietcrisis. We hebben hier nog weer een mooie ritje gemaakt in 2010-2011. En ook recent weer wat mooie koopsignalen. We hebben hier op 35 een koopsignaal gekregen. We zijn eruit gegaan op 55. En na de 55 zijn we uitgestapt en staat inmiddels op 45. Gaan we kijken naar TomTom. Een mooie stijging hebben we hier gehad. Vanaf de 5 naar de 10. En vervolgens het One Track Pony. Meer zijwaarts gaan bewegen. Valt er weinig eer meer aan te behalen op dit moment. Unibail Rodamco, na het verkoopsignaal op 230 staan we inmiddels op 150. En dat slaapt wel zo lekker op het moment dat je daar dus niet meer in hoeft te zitten.
Unilever hebben we hier een mooi koopsignaal gekregen op 38. We zijn er weer uitgegaan op 48. Vervolgens is het wat zijwaarts. Op dit moment weer opnieuw een koopsignaal gekregen. Enkele weken geleden staan we op een klein plusje en we gaan het meemaken. Vopak is ook een aandeel wat de afgelopen jaren wat zijwaarts beweegt. Heeft het betere tijden gekend. Je hebt hier een mooi koopsignaal gekregen rond de 5. We zijn er hier weer uitgegaan rond de 20. Hier wat in en eruit. We hebben weer een nieuw koopsignaal gekregen rond de 15. We zijn er weer uitgegaan rond de 35. Weer in en eruit. Een koopsignaal rond de 30. Terug naar de 55 waar we weer uitgegaan zijn. Vervolgens een wat meer zijwaarts patroon. Afgelopen periode hebben we een koopsignaal gezien. We hebben hier een entry op 38. We staan hier op 40. Een kleine plus in Vopak. Maar daar gaan we de oorlog ook niet mee winnen natuurlijk. Maar voorlopig hè, kan natuurlijk nog een hoop veranderen. Wolters Kluwer is dan een leukere aandeel. 20 hebben we een koopsignaal gekregen. Tot aan de 35. Vervolgens weer ingestapt op 30. We zijn er weer uitgegaan op net onder de 40. We zijn er vervolgens weer ingestapt op 35. En vooralsnog zitten we met een mooie winst in het aandeel Wolters Kluwer. En vervolgens zijn we aanbeland bij Alberts en zijn we dus rond.